boek niet hebben gelezen. Dat gaat dus, ja, we kennen haar als iemand die alles durfde te vragen. Maar er was één vraag die ze eigenlijk in haar privéleven niet durfde te stellen. Ja, nou ja, ons verhaal, en dat is ook leuk, omdat het vandaag is het 29 februari. Dat is de geboortedag van Sonja. Die wordt vandaag 21. Ons verhaal begint. Zij is op 11-jarige leeftijd, leest zij op de verjaardagskalender van een tante, dat zij heet Sonja de Groot dan, dat er een Sonja Barend op de 29ste jarig is. En ze denkt, och, wat geestig. Nog iemand die Sonja heet, die op Schikkeldag jarig is. Maar zij blijkt natuurlijk die Sonja Barend te zijn. En de vader die ze denkt te hebben, blijkt niet de echte vader te zijn. En dan ontstaat er een zoektocht naar die vader. Die vader die is, als zij twee is, op een heel gek moment, namelijk 1942, als er nog geen Joodse mannen worden opgepakt, als het geen zware criminelen of dergelijke zijn, maar wordt hij meegenomen. Die wordt uiteindelijk vermoord in kamp Auschwitz. En zij kent die man niet. En zij durft eigenlijk niet heel goed te vragen aan haar moeder wie die man nou was. Ja. En dat blijft dus. Die moeder die overlijdt midden jaren 90. En doordat Sonja, die iedereen alles durft te vragen, maar niet aan haar moeder durft te vragen naar de geschiedenis van de vader, blijft zij tot op de dag van vandaag een geschiedenis met zwarte gaten hebben. En dat vond ik zo'n hartverscheurend premisse uit dat boek, dat ik dacht, dat is een toneelstuk. Eigenlijk één ongestelde vraag. Ja, en ik denk dat dat ook iets is waar we ons allemaal wel iets bij kunnen voorstellen. Omdat het heel intermenselijk is. Het is soms moeilijker om met je eigen familie of met je eigen partner te praten dan hier aan tafel een goed gesprek te voeren. Of bij je beste vriendin een keer te vertellen wat je zielenroerselen zijn. Het kan zo moeilijk zijn om een echt gesprek te voeren.